De vrije eggers van de Kraan Ooster op Leenaars Kop, Koppen en Van Hils. Wie komt er als eerste uit? De Mannen van Ravens, maar er tussen eentje. Maar als nee, de Mannen van Ravens op die plaats 1 en 2. Met aanbreiding van Hils, hij is de P. Koppen op die tweede plaats. Dan is Arto Kop op plaats nummer 3. Maar die kent die toch daar door en door. Maar oh, daar wordt gepiet op de Mannen van Ravens Kop komen ineens opzetten. Maar helemaal achteraan het pak naar plaats nummer 2. En dat is Guus Leenaars. Leenaars heeft zich tussen Ravens genesteld. Nog steeds vooraan Van Hils. Koppen op plaatje nummer 3 en Leenaars op die tweede plaats. Laatste metertjes ook voor deze heren. Het lijkt Van Hils te zijn die het gaat halen hier bij deze boys van 7 jaar. Dan hebben Leenaars op die tweede plaats. Dat ging met die 48 Guus Leenaars. En die derde plaats die gaat naar Rios. Koppen.